Everyone en welkom bij Learn English with Roland. Oftewel, leer Engels met Roland. De vorige keer hadden we al gehad over de ingrediënten wat we hebben nodig hebben voor appeltaart. En nu gaan we ook kijken naar hoe we appeltaart gaan maken. Dus dat gaat, zoals je hier ziet, in drie steps, oftewel in drie stappen. Dus ik zal lezen en daarna zo goed mogelijk proberen te vertalen. Dus daar gaan we. Dus ja goed, uiteraard beginnen we bij punt 1. En dat is preheat oven to 375 degrees. Dus preheat oven to 375 degrees. Voorwarm de oven op 375 graden. In a small bowl combine sugars, flour, and spices. Set aside. Dus in a small bowl combine sugars, flour, and spices. Set aside. In een klein schaaltje combineer of mix suiker, bloem en kruiden en zet dat aan de kant. In a large bowl toss apples with lemon juice. Dus in a large bowl toss apples with lemon juice. Dus in een grote schaal doen we appels met met citroensap. Uiteraard hier staat toss apples, maar ik zou er niet mee gaan gooien. Dat is te letterlijk vertaald. Ik zou ze gewoon zo in de schaal neerleggen. Add sugar mixture, toss to coat. Dus add sugar mixture, toss to coat. Dus doe er ook suikermix bij. En toss to coat wil eigenlijk zeggen dat je de randen van de taart, dat je die een beetje ophoogt, zeg maar. Of nee, sorry, nu zit ik zelf fout. Toast the coat betekent dat je iets, iets gewoonlijks eraan toevoegt. Dus van een sapje of zo. Wat, een soort van appelsap. Dat is misschien wel logisch op een appeltaart. Dat je dat op de taart giet. Dus iets. Dus ja, iets gewoonlijks. On a lightly floured surface, roll one half of dough, dus dit is stap 2 trouwens, to a 1 in thick circle. Transfer to a 9 in pie plate. Dus on a lightly fluid surface, roll one half of dough to a 1 in thick circle. Transfer to a 9 pie plate. Dus op een gedeelte van lichtbloem rollen we een half stuk deeg op een 1/8 dikte van een cirkel en dat transformeren we dan naar een 9 taartschaal. Trim even wit rimmen. Trim even wit rimmen. Dus nu, we maken het gelijk met de rand, dus waarschijnlijk gaat het nu wat over de rand heen en dat maken we nu gelijk. Add filling, dot with butter. Dus add filling, dot with butter. Dus ja goed, vulling toevoegen. Ik weet zo even gauw niet wat ze hier bedoelen met dot, maar in ieder geval ook met boter. Roll remaining dough to a 1 in thick circle. Dus dat hadden we net, dus dat doen we nu opnieuw, zeg maar. Place over filling. En dan, dus ja, ook dat doen we dan weer over de vulling. Dus we doen dit stap doen we eigenlijk hetzelfde als hier. En dan place over filling, dan trim, seal en flute edge. Dus trim, seal en flute edge. Dus we maken dat weer in zekere zin gelijk. Om het wat makkelijker te vertalen en fruit edge bedoelen we, wordt er mee bedoeld dat we de randen zeg maar een beetje ophogen van de taart. Cut slits in top. Dus cut slits in top, wat je al vaker bij een appeltaart ziet. Cut slits in top. En dus ja, gewoon wat gaatjes maken op de top. En dan beat egg white, white until foamy. Dus beat egg white until foamy. Brush over crust. Beat egg white until foamy. Brush over crust. Dus het eiwit kloppen totdat het romig wordt, zeg maar. En dat
doen we dan over, dat ja, borstelen we zeg maar als het ware over de korst van de taart. Sprinkle with sugar. Sprinkle with sugar. Dus een heel klein beetje suiker overheen doen. Eigenlijk hetzelfde principe als we, hoe we normaal pepers gebruiken als we normaal aan het koken zijn. Zo doen we het er overheen. En dan cover edge loosely with foil. Dus cover edge loosely with foil. Dus nu de rand een beetje los bedekken met folie. Dus de rand nu los bedekken met folie. En dan kunnen we stap 3, kan de oven in. Dus stap 3, ik kan nu de oven in. Bake 25 minutes. Dus bake 25 minutes. Dus 25 minuten bakken. En dan remove foil. Bake until crust is golden brown. En filling is bubbly. 25 minutes longer. Dus remove foil. Bake until crust is golden brown. En filling is bubbly. 20-25 minutes longer. Dus je haalt het folie ervan af. Bak tot de korst goudbruin is. En de vulling een beetje opgehoogd, een beetje bobbelig, zeg maar. En dat is en dat duurt dus ongeveer zo 20 tot 25 minuten. En als laatste, voordat we het gaan eten, dan is cool on a wire rack. Dus cool on a wire rack. Dus ja, laat het op een bakplaat afkoelen. En dat was hem, deze Engelse les. Dus het maken van een appeltaart. Ja, bedankt voor het volgen van deze les. So, thank you very much for watching. And goodbye.